Shall we begin? Hallo allemaal, mijn naam is Leon en welkom terug bij een nieuwe multiplayer Minecraft Survival met... Twan Mulder. Ja, Daan is er ook weer. Yay! En mijn kippen. Kippen, ja, kippen hebben we genoeg, Daan. Ja, een mooi systeem nu, toch? Oh, geweldig. Eén Puinzooi. Hok om kippen te broeden en één hok om kippen te eten. Zeker. Goed. Nou, zoals jullie zien is er wel het een en ander veranderd sinds de laatste opname. En niet zo'n klein beetje ook. Nee, we zijn een beetje hyperactief bezig geweest, geloof ik. maar dat is denk ik alleen maar ten goede voor jullie, want het liep allemaal niet zo erg vlot. En we wilden toch eigenlijk wat meer progress gaan laten zien. Dus we hebben besloten om eventjes een paar uurtjes offline of zonder recording te gaan gamen. En dit is het een beetje geworden nu. We hebben allemaal een huisje. Met eigenlijk alleen een bedje en wat spulletjes erin. Niks bijzonders eigenlijk. En we hebben wat dieren gevangen. Zoals koeien. Eten en zo, en kippen. En we hebben daar nog wat schapen. En we hebben een tuin tegenwoordig. Met weed. Zodat we ook nog eens even af en toe wat lol kunnen hebben natuurlijk. En we hebben een shop. Die onze Daan doet. Hé, hey, alleen mijn bordje is weggegaan, zie ik. Is je bordje weg? Ja, ik had hier een mooi bordje opgehangen van dat is shop. Een beetje jammer dan. Maar er is er een. Oké. De shop van Daan. En Daan, moet je nog een mooie promo maken voor je shop? Een promo voor mijn shop? Ja, een mooie commercial. Ja, twee halen, drie betalen. Twee halen, drie betalen? Ja, zoiets. Oké dan. Als je het niet erg vindt, ga ik dan in mijn eigen kist al even kijken. Ik pak er wat moois uit wat je nodig hebt en spul wat je te veel hebt, mag je er ook ergens in een kistje proppen. Ja, mooi spul. Ben ik er? Pas even weg. Knippen we er wel even uit. En we hebben een werkplaats. En er staat eigenlijk niet zoveel in, buiten dan dat er vier ovens in staan. Waar kool in moet. En er staat hier een kist open die niet dicht gaat. En waarom niet? Geen idee. Maar de werkplaats, hier komt dus al een beetje het gereedschap te staan. En ik heb hier alvast een enchantment hoekje gemaakt. We hebben alleen nog geen enchantment tafel. Ik heb wel... Ja, inderdaad, we hebben twee diamonds nodig daarvoor. Dus dat is wel handig. En we hebben hier een afvalverwerking. Mooi voor het geval dat je iets niet meer nodig hebt. Even zien. Oh, vinden jullie trouwens van mijn geweldige pakje? Ik heb een super deluxe groen vestje aan. Ja, ja. Met de kleuren uit de shop. Ja, ja. Met de kleuren uit de shop. En hier hebben we een tunnel naar beneden. En die tunnel gaat naar Twan's stripmine. En hij gaat naar een andere tunnel toe. Waar ik vandaag even het een en ander in ga wegminen. En dus dat is een beetje wat we nu gedaan hebben. Dus vanaf hier gaan we eigenlijk weer verder. Het valt op zich dus eigenlijk wel mee. Jeetje. Wat een heerlijk gehobbel. Dus wat ga ik doen? Ik denk dat ik ook ga stripminen. En Daan, jij ging ook mee, toch?
Ja, laten we met z'n allen gaan. Oké, dan is het even handig denk ik als we wat gereedschap gaan organiseren. Ik weet niet hoeveel pickaxes er aanwezig zijn. Ik heb zeg maar niks. Niks, oké. Ik heb één iron pickaxe en een beetje. En een beetje. Oké, nou ik heb een halve en een hele stone pickaxe, dus er mag ook nog wel wat bij komen. Nou ja, dan moeten we daar maar gewoon mee doen. Is iedereen ook eten genoeg? Nee, dat heb ik niet en ik loop net weer naar beneden, dus weer lekker handig. Ik neem wel even een zooi mee. Is goed. Dus, dan gaan we eens eventjes een heleboel wegminen. Tada! Dan gaan we even versnellen. Dus tot zo! Wat? Woe! Boom. Boom! Boom! Ik weet niet waar die gasten allemaal vandaan komen, maar ik word er niet vrolijk van. Wauw, ik heb echt een mega cave gevonden. Dat is echt niet normaal. Ik heb hier een licht voor je gemaakt, Twan. Oké. Hoe heb ik dat nou gedaan? Nog niet goed. Ik wil even kijken hoe ik dat nou ga doen, want hij moet hier terechtkomen. Zo. Ik ben door mijn toortjes heen. Juist. Dus nu kan je lekker naar beneden springen en dan. Is het water daar diep genoeg voor? Volgens mij wel. Ik weet niet of je nog eentje verder naar beneden kan. Nee, er zit bedrock onder. Nou, Daan, test het eens. Ik ga het even testen. Oepsie! Kijk even voor papa? Ja. Oh. Klaar voor? Ja. Dat werkt. Dat is mooi. Zal ik wel gelijk doortrekken helemaal naar boven, dat je ook met je huisje naar beneden kan? Tot waar gaat hij nu? Hij gaat nu tot die trap van Leon. Ik denk dat het wel goed genoeg is. Ja, dan kan je vanuit de mine gewoon mooi... Oh, de kat komt. Auw! Nou, bij deze muur wil je niet heen. Er zit een klein beetje roodachtig vloeistof achter. Dus, Oh ja. Soms wel verstandig om daar een beetje uit de buurt te blijven. Weet je wat ik altijd zo jammer vind, hè? Je vindt altijd bergen met redstone. Echt bergen. Maar je kan er eigenlijk helemaal geen moer mee, want je kan wel pistons maken, maar sticky pistons kan je al nooit maken, omdat je eigenlijk nooit slimes vindt. Nou, slimes vind je nog regelmatig vinden. What? Yeah, man! Ik heb... Ik ben zo terug. Diamond. Ja, is goed. Tot zo, dan. Even kijken hoor. Auw. Even de kat eruit laten. Oh, sorry. Gaat hij precies onder mijn stoel zitten, die stomme kat? Ga ik op zijn staart staan? Dat vindt hij niet leuk. Nou, eigen schuld. Ja. Yeah. Weet je wel. Ja. Eens even kijken. Nou, beste mensen, ik was even op zoek geweest vandaag naar een nieuwe microfoon.
En die heb ik gevonden. Het enige is dat de microfoon die ik heb nu lijkt net alsof ik heel erg verkouden ben. Dus nee, die ga ik niet gebruiken. Oeh. Even zien hoor, ik heb hier nog wat leuks. Even kijken, we zitten alweer op 19 minuten. Ik denk dat het wel een half uur kan maken. Dat moet wel lukken, denk ik. Ben jij nog aan het stripminen? Nee, ik ben nu heel even naar boven weer nieuwe pickaxes maken. Ah, oké, okay, heel slim. Jammer dat je van Emerald geen pickaxe kan maken. Nee. Even kijken, ik moet ook wat obsidian hebben. Heb jij trouwens al een beetje obsidian? Of heb je alleen voor de portal obsidian gehaald? Ja. Oké. Okay. Let's see, we gaan weer naar boven toe. Even wat eten. Zo. Ik heb net al wel aardig wat resources, dat is wel netjes. Even kijken, ik heb 1 stack en 19 redstone. Ik heb 21 gold ore, 35 iron ore, 4 emerald, 3 diamond en 8 lapis lazuli. Wow. Klinkt goed. Ah, niet verkeerd. Gaan we dit even omsmelten. Hoor ik daar Daan weer? Ja. Daan die staat op mijn kist. Kan die niet open? Jawel hoor. Oké. Zou dat zijn? Ja, dat zou lekker wezen. Nou, dan hak ik je gewoon dood. Ik vind dit echt nog steeds zo irritant hè, dat je mensen niet meer opzij kunt duwen. Dat betekent gewoon dat als je ergens bij wil, dat je dat dus niet kan. Trouwens, weet je, Twan, kun jij die gnome-mod, waar we die die kleine kaboutertjes hebt, die je aan kisten kan plakken en zo van Minecraft. Die zit nee, die zit volgens mij in Feed the Beast, die zit niet in Tacket, dus dat zal wel niet, denk ik. Dat is best interessant. Dat is heel handig ook. Want dan kan je dus gewoon ergens beneden bijvoorbeeld hier een kist neerzetten. En dan douw je dan dingen in. En dan wordt het door zo'n kabouter wordt het dan opgehaald. En die doet het dan in een kist boven. Ja. Ik gebruik dan liever de pipes uit... wat was het? Buildcraft? Ja. Ja, ben ik met je eens. Ja, ik zit er ook wel... Ik wil toch wel misschien gaan kijken of het voor ons ook niet leuk is om dat te gaan doen, eigenlijk. En ik denk ook dat mensen die meekijken het ook wel leuk vinden als wij Tacket of V2Beast gaan doen. Ik zou zeggen, gaat vragen. Nou, bij deze dan. Volgens mij had ik daar al een reactie op gehad, maar dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Dus, vinden jullie dat een goed idee of moeten we dat wel of niet doen? Meer toortjes... En dan wacht je echt op zo'n antwoord, maar ja, dat krijg je dan weer niet.
Maar was je al uit versneld beeld gegaan? Ja, al lang joh. Och man, ik zit weer niet op te letten. Ja, maar ik heb het ook niet echt gezegd. Ik ben gewoon weer verder gegaan. Oké. Nog meer lava. Oh. Ik ga hier mijn failures in doen. Ja, ik ben niet zo fan van het mijden. Het is heel stom, maar... Nee, ik weet het. Als jij nou management doet van alle ovens en dat soort dingen, dan gaan Twan en ik wel... Ik ga het wel maar naar boven brengen, want de oven heb je. Ja, is goed. Maak gewoon mooie plekjes in de shop of weet ik veel, in de werkplaats. Ja, precies. Dan kunnen Twan en ik lekker doorhakken. Dat is lekker handig. Heb je ook al een kistje staan beneden, Twan? Nog niet. Nee, want die heb ik hier nog. Daan gaat kaboutertje spelen. Huh? Daan gaat kaboutertje spelen. Ja. Ik word gek van al die lava hier. Is het zo? Ja. Dan heb ik zo'n vermoeden dat het... alleen maar erger gaat worden. Oeh yeah, tuurlijk heb ik weer redstone. Zoals niet zo wezen. We hebben er nog niet gigantisch veel van of zo. Nee. Nee, dat is het probleem met redstone, hè? Dat heb je nooit genoeg. Baan, ben je aan het timmeren? Dat is irritant rondjes draaien met die muis om die wenteltrappen op te komen. Ik hou eigenlijk altijd mijn camera gewoon stil en dan is het gewoon om het middelste stuk heen lopen met keys. Gewoon ja. Niet kijken waar je naartoe gaat. Au. Ja, dat klopt. Het is ook handig. Silverfish! Pas op, Daan. Ja, ik ben al boven. Ik zit veilig hier. Zitten er hier een heleboel? Er zitten hier echt heel veel. En het irritante is, als er eenmaal eentje uitloopt, komt de rest erachteraan. Ik hoor lava. En water. Tegelijkertijd. Dat is op zich wel leuk. Hoe ga ik dit doen? Nee. En mijne. Ik denk dat we maar eens een stukje door gaan spoelen. Anders duurt het veel te lang dit. Ja, doe dat. Fuck you.
Er zit hier inderdaad vrij veel lava, Twan. Ja. Als het boven je zit, dan merk je het nog wel, maar verder dan dat anders niet. Nee, inderdaad. Nou, hallo, muiswerkers mee. Oh, dat kan natuurlijk niet. Oh, we zitten trouwens alweer op de 29 minuten. Dus ik ga zo even het eerste deel afsluiten. Even zien. Het zou mooi zijn als ik nog wat leuks vind. Dan kan ik nog wat doen. Maar... Doep, 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 doep. Trapje op. En toen, waar zat ik toen? Apple, oh daar. Blip, blip, blip. Oké, nou goed. Ja. We hebben vandaag weer een aardige hoeveelheid kunnen doen eigenlijk. Meer dan we de laatste tijd hebben kunnen doen in ieder geval. Dus dat is mooi. Maar ik ga de aflevering voor vandaag wel even afronden. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gevonden. En de groeten. En, oh wacht even, ik wil trouwens nog eventjes kijken wat er van aan het doen is. Stiekem even kijken wat... Oké, dit is wel heel erg lang. Ik zie Twan, ik zie Twan, ik zie Twan. Daar is Twan. Hallo Twan. Hoi. Wat heb Twan? Mwah. Oké. Okay. Wow. Goed, nou bij deze laat ik het, hou ik het dan bij. En tot de volgende keer. Doei. Hoi. Doei.